Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dit wordt mijn 2022 jaaroverzicht vlog. Oftewel, ik ga met je doornemen wat ik heel erg leuk vond aan het afgelopen jaar. Dit is een stapeltje comics die ik heb gekregen van Koen Druif. Het was voor mij weer het jaar voor Junior Press. Ik heb op verschillende plekken heel veel leuke comics kunnen kopen. Die ben ik ook nu in de kerstvakantie lekker aan het lezen. Ik ben bij de stripgraaf langs geweest op zowel de Dutch Comic Con als bij hun loods, bij hun opslag. Dat was heel erg leuk. Ik heb bij de Norman heb ik bezocht, bij Henk Comics en Manga Store, bij Charles nog, bij CIA, bij Old School Toys samen met Chacarino mooie Junior Press comics kunnen kopen. Dus ik heb echt mijn verzameling lekker kunnen aanvullen. En dat vind ik heel erg fijn. Want ja, dat is gewoon het allerleukste. Dat je telkens toch nieuwe comics kan kopen. Of krijgen, zoals deze, de Hulk liefhebberserie die ik recent kreeg. Of een lekkere oude Spider-Woman. Weet je wel, heerlijk. En wat ik ook gaaf vind, ik heb zowel Web van Spider-Man als Peter Parker als Generation X compleet kunnen maken dit jaar van Junior Press. Dat is helemaal tof. Web van Spider-Man 10 moet ik eigenlijk upgraden, kwam ik laatst achter. Dus, maar goed, dat even terzijde. De serie is compleet en dat geeft ook een heel fijn gevoel. Dus dat maakte dit jaar al zeer geslaagd. Heel veel leuke Junior Press comics. Nee, het is nog niet compleet, maar dat is juist leuk. Ik heb weer iets om naar uit te kijken voor het komende jaar. Ik heb heel veel lekkere boeken kunnen lezen. Onder andere deze, die me heel erg beïnvloed heeft. Digitaal minimalisme van Cal Newport. Nou, daar heb ik eigenlijk al heel veel over verteld. Ik heb een maand lang als digitaal minimalist geleefd. Met minimale middelen. Dus geen Instagram. Geen YouTube. Dat was eigenlijk het allermoeilijkste. En ook zo min mogelijk de smartphone gebruiken. En dat was eigenlijk een heerlijke, rustgevende maand voor mij. En ik ga binnenkort toch weer even kijken of ik bepaalde levenslessen uit dit boek kan toepassen in mijn dagelijks leven. Want de klad is er een klein beetje ingekomen zo aan het eind van het jaar. Maar ja, ik ben heel blij dat ik dit boek heb gevonden en gelezen. En ik kan het je van harte aanbevelen om het ook te proberen. Mocht je nou denken, ik word overweldigd door sociale media, overprikkeld door alle dingen op het internet. Ik check te veel mijn telefoon of mijn e-mail. Nou, dan is dit het boek voor jou. Een ander boek wat ik heb gelezen, wat ik heel tof vond, was dit boek van Stephen King. Vond ik in een boekenkastje. Heerlijke verhalen, lekker macaber. En ik denk van ja, ik ben echt wel dol op Stephen King. Dus ik ga volgend jaar zeker meer Stephen King lezen. Maar de tofste boeken waren Marvel by Design. Dat is echt een heel mooi boek over de vormgeving van Marvel. En die heb ik gekregen van mijn vriendin voor mijn verjaardag. Was super tof. En een heel gaaf boek over de Todmeister. Todd McFarlane. En dat boek zag ik bij Marvin voorbij komen. Ik denk dat moet ik ook hebben. Dus dat heb ik toen gekocht. En dat is ook echt smullen. Dus ik heb echt wel naast de Junior Press comics gewoon heel veel lekkere boeken kunnen lezen. En wat ik ook een heel gaaf boek vond, dat is toch een comic ook die ik je wil noemen. En dat was Batman Hush. En die heb ik laatst pas gekocht. Het is de 20th Anniversary Edition. Batman Hush is echt een heel goed Batman verhaal. Als laatste wil ik je nog noemen een prachtig boek wat ik van Frits Jonker heb gekregen over de geschiedenis van de Fabeltjeskrant. Dat vond ik erg leuk. Dus dat zijn echt dingen die me bij zijn gebleven aan het einde van het jaar. Ik denk, ja, dat zijn voor mij de boeken van het afgelopen jaar geweest. Kijk, dit is leuk. We staan hier op de Dutch Comic Con. De eerste sinds de pandemie, sinds eeuwen, zeg maar. En ik sta gewoon met Marvin Lancel hier. Ja, man. Live. Live. Nu van ontmoet. Voor het eerst. Ja. Ik heb heel veel leuke ontmoetingen gehad met jullie, met mijn medegeeks. Ik ben op pad geweest met Chacarino naar de stripdagen Haarlem. Daar hebben we heel veel leuke mensen ontmoet en zijn we lekker in een cafeetje gaan zitten. Chacarino en ik zijn later nog bij Old School Toys geweest. Dat was heel erg leuk. Ik heb mensen gesproken op de
voorjaarseditie van de Dutch Comic Con. Dat vond ik ook heel erg leuk en gezellig. Dus qua geekness en niet te vergeten, heel veel toch ook online contact gehad met iedereen die ja, dit jaar is weer gaan vloggen of blijven vloggen. Zoals de stripverzamelaar en Marcel Haster, de stripvlogger. En dat is ook heel erg leuk. Dus wat dat betreft was het echt een goed geekjaar, vind ik. En ik vond het ook heel leuk om weer naar strips te snuffelen bij de Norman en bij Old School Toys en bij de Stripgaaf. Dat heeft me ook goed gedaan. En daarnaast gewoon lekker dingen kunnen kopen natuurlijk online bij Cheap Comics. Dus wat dat betreft was het echt wel een heel leuk geekjaar. En wat ik ook heel tof vond, was ik zou eigenlijk niet naar de Comic Con gaan in het voorjaar. En toen was een van mijn kijkers, Dennis, dankjewel nogmaals, die zei van ik heb een kaartje over, want ik kan niet. Wil jij gratis met mijn kaartje naar de Comic Con? Nou, dat was helemaal tof, want de Comic Con was uitverkocht. En zo kon ik toch in maart ja, lekker struinen en Junior Press kopen en mensen ontmoeten. Dus dat was ook heel erg tof. En dat vind ik ook de kracht van, ja, van YouTube en de community die we hebben opgebouwd. Dat je elkaar ja, een beetje helpt als het nodig is. He, Chacrino en ik hebben laatst wat comics uitgewisseld. Hij had wat over en ik had wat over. En zo doen we dat wel vaker. En dat is gewoon ja, top geeken. Gewoon erg leuk. Kijk eens Chacrino, ik heb van crossover nummer 1, heb ik er 2. Dat komt goed uit, want jij mist deze nog. Dus, ja, het een Punisher voor mij. Heb ik crossover nummer 1 voor jou. Hoe leuk is dat? Over Chacrino gesproken, ik vond het heel erg leuk dat Linda en ik waren uitgenodigd voor zijn huwelijksfeest. Dat was toch heel bijzonder. En ook weer lekker geeky. Dus helemaal goed. En ja, dat deed me ook wel heel erg goed dat we daarbij mochten zijn. En het was een mooie ceremonie en gewoon gezellig. En ja, dat je vriendschappen kunt cultiveren en kunt ontwikkelen, dat is ook gewoon heel belangrijk. En dan te bedenken dat het allemaal is begonnen, onze vriendschap, omdat hij mijn boek had gelezen, mijn vriend Spider-Man, en mij in zijn uitzending Boekenhelden wilde hebben om te praten over dat boek. En dat hebben we toen online gedaan, want het was midden in de corona-periode. En toen zijn we later Retro Smash gaan maken met z'n tweeën. En vorig jaar hebben we elkaar dan voor het eerst ontmoet. En dat is gewoon hartstikke tof. Ook de kracht van geekness en van samen iets delen wat je tof vindt. En daar komen soms hele mooie vriendschappen uit voort. Dus dat vind ik ook heel belangrijk en heel fijn. En Chacrino is ook gezellig hier, hè Jacques? Ja, absoluut. En daarmee samenhangende soort van heb ik eindelijk dit jaar de mijlpaal van 1000 abonnees bereikt op dit YouTube kanaal. En daar ben ik ook heel erg blij mee en trots op dat het eindelijk gelukt is. Het is zaterdag 24 september 2022 als ik dit opneem. Ik wil je even dit laten zien. Als ik naar Switch account ga, lijk ik 1000 abonnees te hebben op mijn Nederlandstalige YouTube kanaal. Ja, daar heb ik gewoon heel hard voor gewerkt in de afgelopen 4,5 jaar. En bammerdebam, om maar even zo te zeggen. Huppakee, 1000 abonnees. Inmiddels zitten we op 1030 of zo. Dus dat is heel erg goed. Nog niet genoeg om ook dit kanaal te monetariseren. Oftewel, daar heb je dan weer 4000 kijkuren voor nodig. Maar ik denk, eff it. Daar gaat het me ook helemaal niet om. Ik vond het een mooie mijlpaal om te halen. En voor mij is YouTube toch vooral een hobby gebleven in de afgelopen 4,5 jaar. En dat zal het komende jaar ook wel gewoon zijn. Ik doe dit voor de lol. Vlogs maken over de comics die ik lees of binnengekomen zijn. Of over andere stripgerelateerde zaken. En ik vind dat gewoon onwijs leuk om te doen. Dus ja, dan komt er maar geen geld mee binnen. Een hobby kost ook meestal geld en levert geen geld op. En zodra een hobby geld oplevert, heb je van je hobby je werk gemaakt. En dan voelt het ook als werk. Dus nee, dit is prima zo. Proost, zou ik alvast zeggen, op de volgende abonnees. En iedereen die kijkt en reacties achterlaat, dank je wel alvast. Want dat waardeer ik zeer. En wat ik ook heel grappig vond, ik deed in december mee met de pubquiz van Bammer de Bam, Happy Hour. En die heb ik gewoon gewonnen. Ik had gewoon de meeste vragen goed. Nou, dat had ik ook helemaal niet verwacht. Maar kennelijk is er in deze knar nog genoeg
geeky informatie blijven zitten van de afgelopen jaar. En het was gewoon heel erg leuk om daaraan mee te doen. Ze hadden goede vragen, ook vaak moeilijke vragen. Maar ja, dat was toch wel heel erg leuk en gezellig. En volgend jaar ga ik dus pizza eten, want dat is de prijs die ik heb uitgekozen. Pizza met Jacques, Marvin en met Kikker in mijn hometown. En dan wordt dat gewoon heel erg gezellig. Dus daar kijk ik erg naar uit. Kortom, om een lang verhaal kort te maken, dit is een beetje mijn jaaroverzicht. Ik vond 2020 fijn jaar. We begonnen natuurlijk met lockdown BS, maar uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Dus ik hoop dat volgend jaar een beetje dezelfde trend heeft als dit jaar. Lekker comics verzamelen en lezen en mooie vlogs maken. Ik wens je alvast een heel tof 2023 toe. En tot dan. Proost.